Welkom en goed dat jullie allemaal weer kijken. Ja, we zijn er even tussenuit geweest. Ja, er moesten privé wat zaken geregeld worden, maar wel leuke dingen. We zijn op vakantie geweest ook nog, naar Drenthe. We hebben de hunnebedden gezien, wat meer over de geschiedenis te weten gekomen daar. Ja, dus, dat was super, ja. Erg leuk. Ja, ja. Het was een leuke tijd. En nu zijn we weer helemaal klaargestoomd om te gaan zoeken met de metaaldetector. Volgende week staat magneetvissen op het programma, dus blijf ook zeker kijken, want we gaan naar een locatie. Daar gaan we sowieso de aanhanger weer helemaal vullen, want daar ligt echt heel veel in het water. Dus dat is een beetje wat jullie de komende tijd kunnen verwachten. Ja, waar we nu zijn, dat is wel een speciale plek en Ben wil daar wel wat meer over vertellen. Ja, nou ja, dit is een openbaar stuk groen en we waren een beetje aan het rijden hier, dit was een paar weken geleden. En we konden niks vinden en toen kwamen we dit tegen. Ik denk, nou ja, weet je, we hadden het proberen. En eigenlijk kwamen we gelijk zeegroenlootjes tegen. Ja. We ook, en toen ging mijn metaaldetector in één keer op VDI 2930 met een hoge toon. Nou, dat was toch een munt. En dat was een Philips de tweede uit 1577. Dus, en wij dachten dat het zilver was. Dus ik ging helemaal uit mijn dak, maar uiteindelijk bleek het de koperen te zijn. Maar alsnog een hele mooie munt. Ja, ja. Laten we er eventjes naar terugkijken. Dat gaan we zeker doen, ja. Hier komen de beelden. Dik, en hij is een mooi ook volgens mij. Want jij las Concordia, toch? Ja, volgens mij wel. Voorzichtig bij de sloot kijken, eventjes een beetje beter cleanen. Ja, ja, zeker. Geen shockmomentje dit keer? Nee, alsjeblieft niet. Niet laten droppen. Ja, zeker. Kijk. Lekker zeg. Oh. En eigenlijk, dit is bouwkavel, hè? Dat wordt, bouwkavel, ja. Binnenkort wordt dit afgegraven hier en dan wordt hier een huis gebouwd. Dan hebben wij alles helemaal leeggetrokken natuurlijk. Dus het is goed dat we er nog zijn. Ja, want anders... mooi, hè? Dat is een beetje op. Zo. Ja. Kijk eens. Wat... Heel voorzichtig. Nee, zijn. Het is een ander. Het is geen rijdersgelling dan toch? Nee, ja, ik weet het. Anders dan zou je daar de heraut aan die kant zien. Maar dat zien we niet volgens mij. Er staat wat anders op. Het is wel een zilveren, toch? Kijk, dat. Ja. Maar dit is een andere. Dus dan, je hebt ook zo'n zeevaardersgelling, toch? Had je toch ook, maar die zijn heel zeldzaam. Of heb ik dat nou verkeerd? Welke is dit, joh? Even een klein beetje afspoelen. Wat is het dan, joh? Ja, dat moet even schoonmaken. Nou, dit gaan we eventjes onderzoeken en dan voegen wij de informatie zeker weten toe. Ja. Ja, dat was toch wel echt een hele gave vondst. En dat gewoon in openbaar groen. Ja. En we gaan vandaag gewoon weer even verder kijken wat we nog meer tegen kunnen komen. Dus... Ja, heel erg mooi en bijzonder, maar het is een zeegelloosje. DM? Het zou kunnen, DK. Donkey Kong, oh nee. Ja. Ja. Nou, ja, toch een teken dat we nog op oude grond zitten. Ja. Nou, er komen nog geen topvondsten uit. Hier heb ik een... deeltje van een speelgoedrevolver. Wel grappig. Maar we gaan natuurlijk echt voor de topvondsten. Dus we moeten nog eventjes verder zoeken. Oh, kijk. Dat is hem al. Een groot stuk aluminium, of niet? Tuurlijk. Helaas, pinnekaas. Alsjeblieft. Hou maar gelijk bij. Met de wortel en al. Ja. Hebben we nog wat om op te knagen? Ja, zoethout is het. Zoethout. Zoethout. Nou, Ben, ik weet het niet. Maar ik denk dat het toch maar tijd wordt om ergens anders heen te gaan. Dit is. Want het gras staat ook erg hoog eigenlijk. Het is echt jammer dat het gras zo hoog staat. Want hier gaat echt nog wel wat liggen. Want, zegt het al, die Philips de tweede punt. Ja. Uit 1577. Jullie sowieso krijgen te zien in deze video. Mm-hmm. Maar die heeft dit veld gevonden. Ja. En nou is het gewoon net weer even te hoog. Ja. Maar hier worden we niet vrolijk van. Dus we gaan nog even naar een ander plekje, hè? Ja. Ja, laten we dat doen. Oké. Okay.
locatie 2. We zijn weer eventjes in de auto gestapt en een uurtje gereden ongeveer. Ja, klopt, ja. Dus we zijn nu op locatie nummer 2. Ja, dit is ons favoriete park, openbare groenstrook. Ja, hier hebben wij al wel wat leuke dingen gevonden, maar aan deze kant zijn we nog niet geweest. Dus we gaan nou eens even kijken wat hier allemaal ligt. We hebben nog 2 uurtjes de tijd om eventjes een beetje te hobby hier zo. En we verwachten wel wat leuks. 2 uur om mooie dingen te vinden. Dus, het is potentieel gebied om wat van de oorlog, zeker, ja. Van de oorlog te vinden. De Tweede Wereldoorlog. Niet alleen, hè? Het is wel een heel oud gebied. Ja, zelfs tot 1600. Nou, eerder nog wel. Nog verder? Ik denk wel 1200, 1300. Denk ik hoor, ik weet niet zeker. Oké, nou ja, in ieder geval gaan we snel starten. Ben, jouw allereerste vondst hier. Ja. Echt zijn eerste target. En het is een munt. En een oude ook. Ja. Zie je, er ziet nog wel wat erop. Ja. Even kijken hoor. Wat is dat geweest? Is dat zink of niet? Ja, ik denk het wel. Nou. Of niet? Wat is het joh? Even kijken. Hier zijn allemaal granen, ja, granen op deze kant. Kom me bekend voor. Ik zie dat dit zijn die granen. Ja. Maar welke munt is dat? Even kijken. Nou, daar komen we thuis wel achter. Ik denk wel een buitenlands muntje. Ja, hè? Met kom pakken. Ja. Lekker man. Ja, mooi. Toch een leuke. Goed begin. Nou. We zijn wel in ieder geval niet voor niks hier gekomen. Nee, dat is waar. Dus, en het is schitterend hier. Mooi, lekker, ja. Rustig. Echt heerlijk. Nou, Ben. Jij gaat lekker, hè? Een Hollandia-duikje. Een Hollandia-duik. We gaan, nou ja, in ieder geval. Maar we kunnen het nog zien, in ieder geval. Het tuinhek met de leeuw in het midden. Hè? Ja. Dus ja. Oh, kijk eens. Hè? Kijk eens. Wordt kijk die toch, eens. Wordt die beter? Ja, de Hollandia-kant vooral. Ja? Ja. Ja, ja, ja. Ja, zo, en welk jaartal kun je dat nou ook nog zien of niet? 1702 volgens mij. Ja joh. Ja, 1702 staat er. 1702. Goed, Ben heeft iets gevonden. En het zou misschien gerelateerd kunnen zijn aan de oorlog. Dus als ze hier nou kenners zitten te kijken en die weten meteen wat het is, of is het niks. Dat, misschien is het wel een soort van een deel van een ontsteker geweest of een bodemplaat van iets. Dan horen wij het graag in de reacties. Want, ja, zeer graag. Wij tasten nog in het duister en anders dan gaat het in de koperbak. Ja, dat moet zo. Oh zo, even kijken. Oh ja, je lijkt nou een beetje op de baron van Adriaan, Adriaan Bastien. Ja. Nou ja, wie weet is het wel wat. Ja, ik heb dus scherpe munitie gevonden. Dus het mag wel duidelijk zijn dat hier in de Tweede Wereldoorlog wat heeft afgespeeld. Maar dat wisten we ook, dat is voor ons niet niks nieuws. De bodemstempel kan ik nog niet zien, maar ik denk dat dit een Duitse patroon is. Nou, het is een Britse patroon, want hier zit cordiet in. En dat hadden die Duitsers geloof ik niet. Dus dit is een Enfield, voor een Enfield karabijn. Ja. Ja, Ben, hier begon het allemaal een beetje voor ons, hè? Klopt. Echt een van de allereerste zoektochten. Echt het begin van mijn YouTube carrière ook. Dat, klopt, ja. Dat is waar, ja. Ja. Die beelden die zijn hier opgenomen. En als jullie nou even willen kijken hoe dat toen eraan toe ging. In de linkerbovenhoek in de informatiebalk. Daar kan je op klikken. En dan kan je een van onze eerste avonturen zien. Dat was nog... Ja? Ja, amateur. Ja, amateur. Ja, nu ook nog. Ja, nu zijn ook nog niet helemaal prof. Maar het wordt steeds leuker. En toen hadden we natuurlijk nog bijna geen volgers. En nu zitten we op 1392. Dus... Dan doen we toch iets goeds en dat vinden we hartstikke leuk. En blijf het zeker volgen en maak anderen ook nog enthousiast.
dan wordt het alleen maar mooier. Maar ja, dat ging toen inderdaad nog een beetje amateuristisch, hè? Ja, maar dat was wel leuk, want dat was de tweede munt die ik hier vond. En dat was een Friesia uit 1626. Oh ja, ja, ja. En tinnen soldaatjes. Ja, inderdaad, ja. Klopt. En leuke marineknopen komen hier ook al vandaan en zo, dus ja, leuk. Wacht, het vliegtuig voor mij, dus dat maakt een hoop herrie. Ja, nou ken het wel, hè? Ja, dat is een mooi tang. Ja, het zou mogelijk iets goeds kunnen zijn. Mogelijk. Is het ook gelijk de laatste voor vandaag? Ja, toch. Oké. Okay. Ik wil niet gaan haasten ook straks. Ik heb het bij mijn ouders, dus. Ja. Nog even beter steken. Zo. Dan kunnen we hem wat beter omlichten. Even mijn gras meer aan de kant. Maar natuurlijk ga ik het liefst door, natuurlijk. Hè? Maar ja. Hij klinkt lekker, hoor. Alles komt een einde. Ja? Wat zal het zijn, kijkers? Wordt dit de topvondst van de dag? Nou, dan je moet heel wat inhalen, want je hebt heel wat in te halen, Dirk. Nou, hè. Is dit het? Dit is het, denk ik. Ja. Ja. Nee, dat is nou niet echt een topvondst. Maar toch gaan we afsluiten. Ja, we gaan maar gelijk even afsluiten erbij. We hebben een leuke dag gehad. En leuk dat jullie weer meegekeken hebben. Volgende week een magneetvisvideo. Ja, daar gaan denk ik ook wel gekke dingen uit het water komen. Want ik ben er al eens eerder geweest en het ligt helemaal vol. Dus sowieso gaat er van alles gebeuren. En dan danken we jullie voor nu weer voor het kijken. En tot snel bij de volgende keer. Ja, bedankt mensen. En tot snel. Joe. Hoi.